Vandaag skiën we niet alleen in Oostenrijk, maar ook in Duitsland. We verkennen skigebied Steinplatte-Weidring. Vanaf Utrecht is het zo'n 900 kilometer rijden. Vliegveld Salzburg is maar een uur hier vandaan. Kilometer piste, twee funparks, authentieke hutten en de vriendelijke sfeer zorgen ervoor dat dit gebied populair is bij families. Het is hier ideaal om te oefenen en ik denk dat beginners het super vinden, want er zijn veel blauwe afdalingen en ook niet te moeilijke rode pistes. Vanochtend hebben we vanuit het Oostenrijkse Weidring de gondel omhoog genomen. Helaas is er geen piste, dus we kunnen niet anders dan straks ook de gondel weer naar beneden nemen. Je kunt ook je skidag beginnen vanuit het Duitse Seekatter Winkelmuseum. Als je hier op de piste lekker wilt eten, heb je veel keus. De grote houten Stallenalm en de iets kleinere Meuseralm vind ik heel leuk. Het is hier niet uitdagend voor gevorderde skiers. De Noordhang is de enige zwarte afdaling en je kunt hier geen tocht skiën, want daar is het te klein voor. Piste 9 en 9A zijn mijn favoriet. Een leuke rode afdaling met veel hobbels en bochten. We zijn vandaag alle leeftijden tegengekomen. Het lijkt me dan ook een geweldig gebied voor families. Sfeervol met comfortabele liften, niet heel groot, maar wel veel afwisseling.